Deze video is mede mogelijk gemaakt door Pondhopper Nation. In de vorige video ging ik naar het Geismarambacht. Na een kansloze sessie bezocht ik de Oud-Dorper Hout, waar ik na 10 minuten al een metersnoek had gehaakt en deze voor mijn snuffert ook weer loste. Nu ga ik naar de Stad van de Zon. En ik ben niet alleen. Nou, welkom bij sessie 3. Ik heb meegenomen Albert Posma. Samen met Albert gaan we doodaas vissen. Ik wil ook een beetje op de nadruk leggen dat doodaas vissen ook actief kan zijn. Dus Albert, we gaan lekker verhuizen naar verschillende plekjes. We beginnen hier, alles is al uitgestald. De hengels zitten er al in. Dus we wachten af. We gaan er een mooie dag van maken. Zo is het. We installeren ons op de eerste stack en terwijl ik even niet oplet, begint er al actie te komen. Ik had er net beet. Twee keer aan toe. Ik was bezig een b-roll shot te maken. En ik zie mijn dobber ineens niet meer. Dus ik denk van, ik haal hem omhoog om te kijken waar hij is. Bleek er een snoek aan te zitten. Nou gooi ik hem weer in. En ik zie mijn dobber dus weer gaan. Ja, camera installeren en weet ik het allemaal. En nou lijkt het erop dat hij weg is. Ik ga hem ophalen. Ik ga het gewoon even kijken. Je weet het nooit. Ja. Nee. Helaas. Hij zegt. Jongen, wat zonde zeg. We zijn er maar net bezig. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat was jammer. Geen snoek. Op ons dode gemak genieten we volop, maar het blijft toch wel rustig hoor. Zo nu en dan veranderen we van plek door opnieuw in te gooien. Daar proberen we zo strategisch mogelijk mee te zijn, dus vlakbij rietkragen en inhammen. Maar het weer slaat als een blad aan een boom om. Toch krijg ik wederom een snoek bij mijn dobber. Maar doorhappen doet hij niet. De hel breekt los en het komt met bakken uit de lucht. Hé, maar we houden vol. Ik heb er net twee keer in toe een aanbijt gehad. Ineens ging mijn dobber weg, dus ik dacht van uit paniek pak ik mijn hengel en ik haal hem omhoog. Maar het mocht niet baten, het visje was eraf, er zit er nou weer een nieuw op. En het weer is echt, echt heel slecht. Maar hey, dat is commitment, we gaan gewoon door. We gaan weliswaar door, maar dat doen we wel vanuit de auto. Het weer werkt ons behoorlijk tegen en we besluiten een gokje te wagen bij de Huigertunnel. Voor mijn vaste kijkers is dit een bekende plek. Toch is het ook hier bijzonder slecht. Albert pielt nog wat met de dropshot en met succes. Hij weet twee snoekbaarsjes uit de tunnel te tikken. We proberen de polder nog, maar dat mocht ook niet meer baten. Dus besluiten we de dag erna terug te keren naar de Stad van de Zon. Het weer is duidelijk verbeterd, maar de regen heeft plaatsgemaakt voor een stevige wind. Toch duurt het niet lang voordat Albert de snoek weet te haken. Een leuke maat snoek, met toch wel een flinke beschadiging in de staart. Maar wat is deze snoek welkom? Hoe zal het vandaag verder lopen? Dit belooft wat. Dit is overigens natuurlijk gewoon sessie 4 inmiddels. Gisteren was het gewoon dramatisch. Veel aanbijten gehad, gemist, wat een ellende. Maar goed, we beginnen gewoon met de schone lijn hier opnieuw in de Stad van de Zon. We hebben de wind wel een beetje tegen, dus een beetje harder gaan waaien. Maar dat kan de pret natuurlijk niet drukken. Dus we gaan het beste ervan hopen. Nou, als dit het is, dan denk ik dat het wel goed gaat komen vandaag.
De dobber van Albert ligt aan diggelen en moet worden vervangen. Ondertussen vis ik gewoon door. De wind is verraderlijk. Zo nu en dan moet ik de lijn iets inhalen. Albert is er ook weer klaar voor en gooit ook weer in. Dus afwachten maar. Nou, we zijn inmiddels verhuisd naar een ander plekje. Eigenlijk nog niet eens, nou, het is 25 meter verderop. En nou, we liggen er eigenlijk net in. Nou, jij hebt je hengel weer in orde. Zijn dobber was echt helemaal aan gort. Nou ja, dat gebeurt. Maar er zit dan weer een nieuwe op, dus dat scheelt. Ik moet eerlijk zeggen dat het overbevist is. Ik denk dat er zeker al 14 vissen, zoiets ongeveer, wel geteld hebben. Ja, het is heel druk hier. Ja, het is echt ontzettend druk, maar daar doen we weinig tegen. Nou ja, goed, we hebben een kleine route een beetje hier in de planning. Dus dit stukje. En we gaan met de bocht mee die kant uit. Dat is eigenlijk ook wel het enige plekje wat we kunnen bevissen, eerlijk gezegd. Ja. Dus we hopen er het beste van, denk ik maar. Ja, inderdaad. Dus, we wachten het af. We verplaatsen ons steeds meer naar de buitenkant van de Stad van de Zon. Hoewel de dag goed begon, blijkt het toch wel tijd te gaan worden. Toch is er misschien een lichtpuntje. Ja, de dobber doet echt heel vreemd. Ja, ik weet niet wat het is, maar het is in ieder geval geen grote snoek, mocht het snoek zijn. Maar er lijkt activiteit te zijn. Heb jij hem? Ja, jij hebt hem. Nou, het ziet er nou uit dat hij dus wel duidelijk een snoekje aast. Ik had hem eerst, maar ik sloeg hartstikke mis. Omdat meneer zegt ophalen, dus ik doe dat. Nou joh, niks aan de hand. Maar hij heeft hem nou, dus ik hoop dat hij hem nu hebt. Albert, ik denk dat je moet meppen. Ja, hebbes. Ja hoor. Oh, dat is trouwens een beste flinke, die ook niet verwacht. Voor dit watertje heeft hij best wel een aardig maatje. Wat mooi. De rest van de dag blijft dus stil. We hebben nog één dag te gaan. Nou, goedemorgen deze morgen. Ja, goedemorgen. We hebben de laatste sessie. In de hoop natuurlijk voor meer snoek. Ik moet zeggen, het gaat wel moeizaam. Doodazen. Ik ben een beetje van mening, het is nog wat te vroeg daarvoor misschien. Snoek is lang nog niet zo passief als ik had gehoopt. Toch gaat het wel. Natuurlijk bijten ze wel in een dood visje. Want ja, je hebt het zelf al gezien. Dus ja, wat vind jij ervan? Ja, het kan beter. Maar ik denk dat het nog iets te vroeg is. En we hebben wel een heel mooie aanbeter gehad. Ja, genoeg aanbeter gehad. Ja, absoluut. Ja. Dus ze willen heus wel. Maar ja, nog net niet goed genoeg. Maar goed, we gaan het beste ervan hopen. En nou ja, we zien het wel. Ja, laten we hopen dat we op deze laatste dag nog een dikke vangen. Ja, laten we het hopen. De wind is nog sterker dan de dag ervoor. Maar deze kommetjes bieden enig beschutting en tenslotte hebben we hier al eerder gevangen. Toch blijkt deze plek vruchteloos en we verkassen richting een brug met stijgers. Albert ligt met zijn dobber naast de flat waar hij vaker succesvol is gebleken. Het blijft een lange tijd stil, maar dan heeft Albert een hoop activiteit bij zijn dobber. En hangen, deze snoek is het haasje. Wederom een prachtig exemplaar. Snel onthaken en natuurlijk gewoon weer laten zwemmen. Wat een avontuur. Wat gebeurde er nou, Albert? Ja, ik had al eerst op mijn eerste hengel flinke tik. Toen ging hij weg, 10 seconden gewacht. Aan,
geslagen en mis. En toen heb ik mijn andere hengel erin gegooid. Nou, ik denk nog geen 5 minuten later, bam, erop. Zag ik tikkies, nog een keer tikkies. Ja, toen ging hij weg, sloeg ik aan. Ja, mooie snoek van 80 centimeter. Ja, zo'n met de baaien. Ja, dat is in ieder geval fijn. We zijn in ieder geval redelijk actief. Ik moet zeggen, het is nog wel gestaag allemaal. Het gaat dan een beetje langzaam. We zijn inmiddels verhuisd. We hebben een mooi geultje gevonden. Er zit altijd snoek. Dit is overigens het jachtgebied van Albert. Dit is echt zijn jachtgebied. Dus hij kent de plekken als geen ander. En ik ben heel erg benieuwd wat we hier eventueel kunnen vangen. Ik heb goede hoop. Ik ook. We wachten het af. Wederom installeren we onze hengels. De stroming is hier bijzonder sterk en dat levert enige frustratie op. Toch lukt het wel en we besluiten hier zo'n 20 minuten te blijven, alvorens we de gracht gaan bezoeken. Ik ben redelijk sceptisch over dit deel van de gracht. Toch verzekert Albert dat hier wel degelijk grote snoek zwemt. Het duurt dan ook niet lang dat de snoek plotseling met het aasvisje van Albert er vandoor gaat. En het resultaat, die mag er zijn. Nou, het wordt langzamerhand een beetje een Albert-video. Het gaat hartstikke lekker. Hij had al een aanbijt. Nou, laat was het 11:45. En om 12:00 op een andere plek trekt hij alsnog een snoek omhoog. Nou, dat gaat wel lekker zo. We gaan deze plek nu verlaten. En Albert, waar gaan we heen? Ja, we gaan even naar een plasje waar de wind wat minder is. En waar ook vrijwel goed snoek zit. Dus wie weet hebben we daar wat meer mazzel ook. Ah ja, mazzel. Mazzel is hetgene wat, ja, maar net zeggen. Mazzel is hetgene wat ik kan gebruiken nu. We gaan erheen en we zien jullie daar. Top. Ik bevis omgeving Alkmaar Heerdegewaard al vrij lang en toch is deze plek mij volledig onbekend. De regen komt weer met bakken uit de lucht en het duurt niet lang dat ik Albert waarschuw dat er een snoek vandoor gaat met zijn dobber. Het is geen reus, maar nummer 3 is wel binnen. En dan gebeurt er iets wat ik niet zag aankomen. Albert rent als een malle weg en springt in de sloot. Een snoek ging er met zijn hengel vandoor, maar deze baas gaat ervoor. Nummer 4 in de pocket. Hier is de boosdoener. Daarmee zijn we wel aan het einde van de video gekomen. Nou, dit is nou wat ik noem commitment. Ik had geen idee wat er nou gebeurde. Ik zie hem ineens wegrennen. Ik zie ze helemaal in het water vallen. Ja, en Albert springt erachteraan, logisch. Dat heet dus commitment. Hij heeft hem wel, prachtig snoekie. Ik helaas heb gruwelijk gefaald. Het is niet anders, het is meer een Albert video geworden. Maar ik heb wel echt ontzettend veel plezier gehad. Met deze jongen, daar maak je echt wat mee. Dat is echt niet te filmen. Dus bij deze wil ik je bedanken voor het kijken. En mocht je de video leuk vinden, steek dan een duimpje even omhoog. En ben je nog geen abonnee van mijn kanaal, druk die rode knop beneden even in. Dan ben je automatisch abonnee en dan mis je geen enkele video meer. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Tot de volgende video. En wellicht met Albert erbij.